Na een succesvolle eerste editie keert dit weekend de Numaga Tattoo Convention terug in de Nijmeegse Stevenskerk. In 3 dagen laten 100 nationale en internationale tattoo-artiesten hun tattoo-kunsten zien aan het publiek. Vrijdagmiddag werd de conventie geopend. De conventie trok gelijk al een flink aantal bezoekers aan. Mensen stonden in de rij te wachten tot de deuren openden. Ook verschillende tattoo-artists hadden er zin in. The thing I love about tattoo conventions is that you get a whole lot of groups of different people who specialize in different things. And so you have traditional, American traditional, some Japanese. I'm doing the traditional Polynesian and Maori designs from the South Pacific. And so most of my stuff I draw on freehand. Yeah. Elke tattoo artist heeft een verschillende stijl. Hiermee onderscheiden ze zichzelf van anderen. Ik doe vooral traditioneel Japanse stijl. Dus daar ben ik in gespecialiseerd, dat is hetgeen ik het meeste doe. Vroeger de oude punk scene. Dus ja, lekker rebellig en natuurlijk gewoon kunst. Ja, kunst maken, een beetje rebellion. De conventie ontvangt veel positieve geluiden. This place is incredible. I love the venue. This is the second time I've been here. And I have to say, I'm really impressed with the way it's going. Je ontmoet ook veel mensen. Je kan het overal doen. Je moet niet thuis blijven of in je zak blijven om dat te doen. Artiesten geven aan verschillende hoogtepunten te hebben gehad tot dusver in hun carrière. Sowieso, als je je hart en ziel erin gooit, is het allemaal mooi. Maar ik denk natuurlijk gewoon de grote bodysuits die op dit moment lopen allemaal of die af zijn. I mean, I had a guy come and ask me for his full body before in one style. And so that was the most difficult for me, really. To get something that flows symmetrically on something that's not inherently symmetrical is a challenge. And for me, that's what I enjoy, is the challenge of it. Ik doe niets en ik ben er heel tevreden van. Maar als ik dat na 3 maanden terug bekijk, zie ik allemaal dingen dat beter kunnen. Dus meestal is dat mijn laatste tattoo gewoon. Maar dan na een tijdje zie ik altijd dingen dat er beter aan kunnen. Vorig jaar was de eerste keer dat ik hier was, maar dat was heel goed meegevallen. Lekker beginnen, een mooi weekend van maken.